sta je tussen twee hele fraaie Pyrus communis caucasica. En dit is eigenlijk wat ze dan de gewone peer noemen. Nou, de naam zegt het al, die bomen zijn afkomstig uit de Caucasus. En dat is niet voor niks, want hij houdt heel erg van droogte, is heel goed winterhard. En je ziet nu, wanneer ze in bloei staan, is het echt een plaatje voor het oog. Ze bloeien heel erg rijk en ze worden wel groot. Ze worden denk ik een meter of 15 tot 20 gemakkelijk. En dan hebben ze een eivormige kroon. Wat ook heel erg mooi is dat de stam heel erg diep gegroefd is bij deze bomen. Ze groeien wel vrij hard, dus ze zijn ook snel op lengte. Hij houdt van gronden die vrij droog zijn, zoals ik al zei. En ze mogen ook best wel kalkhoudend zijn. Het is ook een boom die goed tegen zeewind kan. Ze kan ook aan de kust gebruikt worden. Hij krijgt in het najaar vruchtjes, kleine peertjes. Maar die zijn niet echt lekker om te eten, dus daar heb je dan niet zoveel aan. En verder is het een boom die ook een hele mooie herfstkleur heeft en ook voor veel bestuiving zorgt met zijn bloemen. Hele mooie boom, Pyrus communis caucasica.